Hallo beste kijker en toehoorder, er is een hele belangrijke brief gestuurd naar onderzoeksplatform Investigo, naar Jeroen Trommelen en anderen. Ze doen aan onderzoeksjournalistiek. Of het helemaal integer is, dat weet ik niet. Platform Investigo doet niet geheimzinnig omtrent het adres waar ze zitten. Het adres van Platform Investigo staat gewoon op hun website www.platform-investigo.nl. Dus het adres van Platform Investigo is op de foto niet weggeblurd. Hier zie je onze brief vlak voordat deze de envelop inging. Onder de postzegel waarop het portret van Willem-Alexander staat, staat een vraag geschreven. De vraag is, en nu citeer ik, is biseksueel? Einde citaat. Ja, in de brief staat ook die vraag en er staan nog meer vragen in mijn brief. Laat ik mijn brief eventjes voorlezen. De brief staat op de roller en ik ga nu beginnen. Hallo Investigo, hallo Jeroen Trommelen en de anderen. Het gaat niet goed met samenlevingen, internationaal. Hele massa's aan mensen zijn misfits, over de hele wereld. Onder andere geslachtsdiffusen maken daar onderdeel van uit. In Nederland zitten heel veel geslachtsdiffusen, homoseksuelen, hoog in de hiërarchie. Geslachtsdiffusen vooraan in de pikorde. In de politiek is dit zo, bij de media ook, bij universiteiten, etc. Profiteert men stiekempjes van een bepaalde kruiwagen? Voorgetrokken zitten in alle sectoren van de samenleving veel geslachtsdiffusen vooraan in de pikorde. We doen een rondgang langs mensen die integer wat te verklaren hebben, omtrent het hiervoor genoemde dus. Bijvoorbeeld is Geert Wilders geslachtsdiffus, is Mark Rutte geslachtsdiffus, Annette van Tricht, Bernard Wientjes, Femke Graas, Frank Evenblij, Frank Oostdam, Frans Pronet, Frans Timmermans, Frans Wekers, Frans Wijsglas, Fred Teven, Freek Jansen, Frits Bolkestein, Frits Sissing, Frits Spits, Frits Wester, Geert-Jan Knoops, Geert Dales, Georgina Verbaan, Gerard Roethoff, Gerard van der Wulp, Gerda Verburg, Gert Leers, Gerrit Salm, Gert van het Hof, Giel Beelen, Gijs Rademaker, Glenda Kroes, Guusje ter Horst, Hanja Maiweggen, Hans Floor, Hans Hogervorst, Hans Weijers, Harry de Winter, Harry Draaisma, Harry van Bommel, Harry Vermegen, Hella Asser, Henk Bleker, Henk Spaan, Herman van der Zand, Herman Wijfels, Humberto Tan, Ina Brouwer, Ineke Siebesma, Isa Hoes, Ivo Nieuwe, Ivo Opstelten, Jaap de Hoop Scheffer, Jaap Donker, Jaap Jongbloed, Jaap Korteweg, Jack de Vries, Jack van Gelder, Jacob Schoonstam, Jan Franks, Jan Hoekema, Jan Kees de Jager, Jan Marijnissen, Jan Nagel, Jan Peter Balkenende, Jan Slachter, Jan Smit, Jan van Zane, Janine Hennis Plasgaard, Jelly Brouwer, Jeroen Kijk in de Vechten, Jeroen Overbeek, Jeroen Pauw, Jeroen Stekelenburg, Jeroen Tjepkema, ben jij Jeroen Trommelen, geslachtsdiffus, Jeroen van der Boom, Jesse Klaver, Jet Bussemaker, Jetta Kleinsma, Job Cohen, Joe Biden, Johan Derksen, etc., etc., enzovoorts. Zoveel geslachtsdiffusen, met name biseksuelen. Misschien dat ik een enkeling niet helemaal goed ingeschat heb, maar het overgrote deel zal inderdaad geslachtsdiffus zijn. En schijnhuwelijken. Passen ze schijnhuwelijken toe? Een streed heterostel suggererend, bijvoorbeeld tussen een mannelijke biseksueel en een vrouwelijke biseksueel. Komt je dit bekend voor? Is het echt een hele hoge drempel om toe te geven geslachtsdiffus te zijn? De geslachtsdiffuse kan er niets aan doen. De oorzaak ligt bij de ouders. Is Willem-Alexander ook al geslachtsdiffus? Biseksueel? Zoveel geslachtsdiffusen hoog in de hiërarchie, is dit onder invloed van het geslachtsdiffuse koninklijk huis? Het is een matriarchaat en er is geen ruimte voor een patriarch. Te gedisciplineerd? Opmerking tussendoor. De ene homoseksueel geslachtsdiffuse laten ze hoogwaardigheidsbekleden worden en de andere geslachtsdiffuse, door al met al, vervalt bijvoorbeeld tot in de prostitutie. Een hoop geslachtsdiffuse, met name biseksuelen, zitten in de prostitutie. Dat klopt toch? En wie of wat is nou toch die kruiwagen?
Is dat stiekemweg de AIVD-atmosfeer? Is het GM van de AIVD? Heeft het een bepaalde etnische achtergrond? By the way, ik heb ook die achtergrond. Is er eigenlijk zodoende geen sprake van quasi-carrière-tijgerij? Omhooggevallen carrière-tijgers? Door dit alles aan te kaarten, ben ik veroordeeld geworden. Het vonnis was niet valide. Ik heb recht op rehabilitaties. Ik ben op het spoor gekomen van dit alles, onder andere naar aanleiding van een paar gesprekjes met een psycholoog. Ook heb ik contact gehad, en feitelijk heb ik nog steeds contact, met parapsychologen. Parapsychologen in overheidsdienst, van die heb ik onderhavige informatie gekregen. Parapsychologen ondergebracht bij een geheime overheidsdienst. Kun jij en jullie eens onderzoek doen naar al dit hiervoor genoemde, al die geslachtsdiffusen? Al die would-be carrière-tijgers, dit kan niet de bedoeling zijn. Wat wel de bedoeling moet zijn, weten genoemde parapsychologen. En, een leven bestaat uit twee fasen. BDE's bewijzen dit. BDE is bijna doodervaring. Je tweede fase wordt bepaald door je bewustzijn. Een schoon geweten zal baat hebben. Foul play wordt er toegepast. Is men hebberig? Asociaal? Antisociaal? Wat zal dit onbewust veroorzaken bij onder andere de jeugd? Wat zal dit onbewust veroorzaken in samenlevingen? Heel wat namen zijn genoemd in relatie tot het geslachtsdiffuus zijn. Wie en wat kun je bevestigen? Kan jij en jullie wat aan onderzoeksjournalistiek doen wat dit betreft? Hoe moet dit nou opgelost worden? Hoe moet dit gecommuniceerd worden? Hoe moet bijvoorbeeld de media dit brengen? Graag een informatieve reactie, ook graag een laverende reactie, zodat we niet hoeven te echoen. Stalking kan dit onmogelijk zijn. Ruptuur is hierover. Ware getuigenissen zullen aan het gemoed lucht geven. De wal keert het schip. Ik doe dit niet voor geldelijk gewin. We moeten naar een wereld zonder geld. Er moet gekozen worden voor ruilhandel en zo. Ook weer zonder pecuniair gewin. Iedereen evenveel. Everyone as much. Dus graag een informatieve reactie en ook graag een laverende reactie. Doe dit maar per e-mail. Stuur bij voorkeur een e-mail naar story.fact.checker@gmail.com. Mag ik je en jullie anders opbellen? Wie zwijgt stemt toe. Met vriendelijke groet, Gerard de Groot. Zo, dat was het voorlezen van de hele belangrijke brief. Het deponeren van de brief in de brievenbus van PostNL hebben we vastgelegd op video, welke wij tenslotte nu tonen.